Hallo lieve YouTube vriendjes, daar ben ik weer. Maandag 8 januari, een nieuwe dag met weer een nieuwe training. Vandaag gaan we weer beginnen aan les 3 van Start to Run. We gaan vandaag 20 minuten hardlopen. Ik heb vandaag een soort van persoonlijk experiment. De afgelopen keren ben ik geweest rennen op een nuchtere maag, volgens het intermittent fasting, wat ik momenteel weer doe. Nu is het 1 uur 's middags. Ik ben om 12 uur begonnen met eten. Oftewel, ik ga vandaag rennen na mijn eerste maaltijd, kijken of ik iets merk van mijn volle maag en of ik misschien beter ren, minder goed kan rennen. We gaan het beleven. Deze week ook een extra uitdaging. Ik heb namelijk nachtdienst, 4 stuks. Dus minder slaap, slechtere concentratie. We gaan het beleven hoe ik dit ervaar. Dag 6 van mijn 66 dagen challenge. Let's go! Zo, de eerste 12 minuten van de training zitten erop. Evie heeft me 2 minuten adempauze gegund. Oeh! Ik heb het nodig zoals jullie zien, maar het gaat lekker vandaag. Ik heb nog geen één momentje gehad waarvan ik dacht, hoe, nu wordt het een beetje too much, zoals de vorige keren. Dus we gaan volhouden, 20 minuten en dan hopelijk weer een nieuw record. Boom! De hardloopsessie van vandaag zit er weer op. Weer een nieuw recordje. 3,1 kilometer afgelegd met 9,3 kilometer per uur. Dit is weer 100 kilometer meer als eergisteren. Er is vooruitgang. Of dit eraan ligt dat ik iets gegeten heb van tevoren, of omdat het zonnetje er is, geen idee. In de loop van de weken zal dit zich uitwijzen wat voor mij de beste manier is om te rennen. Dit was ook gelijk de laatste training van 20 minuten. De komende 3 hardlooptrainingen bedragen 24 minuten. En zo bouw ik elke keer weer een beetje op om uiteindelijk bij die halve marathon terecht te komen. Voor vandaag sluit ik deze blog weer af. We zien ons morgen bij een nieuwe training. Ja, ja, nog steeds maandag 8 januari. Ik ben lekker met mijn fiets op weg naar het werk. Dat betekent nog even 2 keer lekker 4 kilometertjes erbij gepakt voor deze training van deze week. Op weg naar mijn nachtdienst. Met deze is het ook weer gedaan. Met de beweging van vandaag, naast de kilometers lopen die ik natuurlijk op mijn werk nog afleg. En morgen weer een nieuwe training, waarschijnlijk in de sportschool. Fijne avond en tot morgen! Zo, het is bijna 4 uur 's nachts en ik ga heel even lekker rooien in de fysioruimte. Ongeveer 4 kilometer staat op de planning vandaag. Zo, 2 keer 2 kilometer maakt samen 4. De workout van vandaag zit er weer deels op. Flink aan het zweten. Wel even leuk. Even iets anders als gewoon fitness en hardlopen. Want elke keer diezelfde training blijft dan toch vermoeiend 66 dagen lang vol te houden. Dus even die switch, even wat anders. Lekker mijn rug geactiveerd. Deze training, moet ik zeggen, voelde goed.
Ik ben wel een beetje moe, ben natuurlijk al wakker sinds 8 uur vanmorgen. Maar hoe gaat het op die lolly en gaan? Misschien dat ik vanmiddag nog heel even naar de fitness ga of niet van een rondje ga fietsen als het goed weer is. We gaan het zien. Tot straks en anders tot morgen. Boom, 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 daar zijn we weer. 10 januari vandaag. Trainingsdag nummer 8, 7. Ik heb het tel een beetje kwijtgeraakt van de nacht. Gisteren was ik hartstikke kapot overdag, dus ik ben er echt niet meer aan toegekomen om nog naar de fitness te gaan. Gelukkig had ik s'nachts al 4 kilometer geroeid, dus heb ik toch de trainingssessie voor die dag gehaald. Nu vandaag, omdat ik niet weer tegen hetzelfde probleem wil gaan aanlopen, ga ik de training in 2 opdelen. Ik ga nu beginnen met de deadlift. Mijn doel voor deze training is heel even de 140 kilo te pakken. En vanmiddag ga ik dan naar de fitness. Nog een paar squats en wat training voor de kuiten. Yeah, let's go! Zo, 120 kilo. Proberen we even 4 herhalingen te pakken. Lang niet meer zo zwaar gedeadlift, dus we gaan nu voor de 140 kilo 2 herhalingen, er 2 sets van. Dus, nog steeds woensdag 10 januari, we hebben 4 uur 's middags, 3 uur 's middags. Ik heb lekker geslapen, zoals jullie het zien, ziet er nog lekker brak uit. Ik ben gelijk opgestaan, hop naar die gym, die squats erop, nog even lekker die kuiten trainen en me daarna lekker verwennen met een sessie in de zonnebank. Tot zo! Boom! Leg day part 2 zit er weer op voor vandaag. Lekker gesquat. Nog een paar oefeningen voor de kuiten gedaan. Die heb ik jullie bespaard. Want dat ziet er allemaal niet zo spectaculair uit. Ik had graag nog wat drone shots voor jullie opgenomen vandaag. Maar zoals jullie zien, het is mistig. Dus dat levert helemaal geen mooie beelden op. Volgende week hopelijk weer beter. Het ging lekker vandaag. Door die deadlifts wel een beetje vermoeide onderrug, maar toch 85 kilogram kunnen doen. Ik heb gewoon 6 setjes gedaan van 4 herhalingen. Ik merk langzaam wel, nu ik eigenlijk al wekenlang zwaar aan het trainen ben, dat mijn knieën en mijn onderrug niet meer zo willen. Dus ik denk dat ik binnenkort heel even ga kijken voor wat kniestraps en een weightlifting belt. Hebben jullie nu tips welk merk dat jullie het beste bevalt? Zet het dan heel even in de commentaar hier beneden de video. Het helpt me onwijs. En dan
hoef ik daar in ieder geval geen miskoop te doen. Ik bedank jullie alvast weer voor het kijken. En morgen weer een nieuwe video. Ik denk dat ik morgen weer een hardloopsessie ga doen. Deze keer van 24 minuten. Ik ben benieuwd hoe dat zo bevalt met die vermoeidheid van de nachtdienst erbij. Tot morgen!